Jodem gasten, welkom bij deze nieuwe Vraagje Vrijdag hier bij de IKEA. Ik ben hier nu met Jordi. En ik ben er met koning Alexander. Nou zeg, niet zo enthousiast over jezelf. Wij gaan gewoon vragen beantwoorden na de intro. Tot zo. Nou jongens, de vragen van vandaag. We zitten hier bij de IKEA. Loop even mee. We gaan laten zien hoe groot de bank is waar we hun twee nu aan het opzitten zijn. En dan kan je hier in een prachtige draai achter mij zien. Wauw, een prachtige grote bank. En het leuke is, hij kost slechts €250. Ik weet niet of dat echt waar is eigenlijk, maar... Kopen voor de studio! Oh, ik hoor hier Jordi roepen kopen voor de studio. Neem me mee, kom. Gewoon met z'n allen tillen dit ding. Jongens, we hebben weer vragen natuurlijk vandaag. En wat zijn die vragen, Bardo lief? Waarom ben je begonnen met een YouTube-kanaal? Nou, ja, ik verveelde me en ik had niks te doen. En nu eigenlijk nog steeds niet, dus het veelt niks op. Dus YouTube, je wou een oplossing, maar het is meer een probleem geworden. Ja, eigenlijk wel. Dat is eigenlijk wel. En jij? Gewoon leuk, gewoon vet. Boobeer, is Jordi wel eens anaal gegaan? Nee, maar... We doen maar gewoon een andere vraag dan. Dan maar niet de anale vragen voor Jordi. Kun je misschien een keer 10 don'ts op Minecraft maken? 10 don'ts op Minecraft? Ja, dat is een vraag aan jou. Jij maakt de 10 don'ts. Waar naar mij toe dan? Weet ik ook niet. Moet ik? Ik zou het doen. Zo vet. Jij kan dat wel. Ja, dat gaan we dus niet doen. Ik heb wel 10 don'ts tijdens het gamen. Die komt er binnenkort een keer aan. Dat zie je vanzelf verschijnen. Ik zit even te kijken. Komt er nog ooit iemand bij de crew van Banyotaan? Dat is aan jou, hè? Het is aan mij het grote woord. Alleen ik? Nee, Wesp. 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 Nou, ik kan... Bij maar Wesp. Ik kan wel vertellen, er zijn ideeën gaande over nieuwe... Oh, dus, ik dacht, dat hoor ik er nou, maar het is gewoon een IKEA-karretje. Er zijn ideeën gaande over nieuwe Banyotown-leden, maar die zitten nog een beetje in een prille fase nu. De volgende vraag is, welke game vind jij het allerleukst om te let's playen? Ik denk Old School PlayStation 1 toch nog. Ja? Ja, ouderwets. Leuker dan Disneycraft? Oké, ja, je hebt me. Oké, Disneycraft. En jij? Ja, ik gooi mijn kanaal binnenkort een beetje om en ik ga beginnen met de oldschool games, oftewel Zelda 1. Zelda 1? Zelda 1, een van de allermoeilijkste Zelda's. En jij vindt dat het leukste spel om te let's playen? Ik vind dat de leukere spel om te let's playen, de oldschool games, de NES games, de SNES games. Waar er moeite in zit om het spel te spelen, niet waarvan je het speelt, dat je af en toe een cutscene ziet, etc. Ik moet trouwens heel snel zeggen, ik zag jouw oogjes ook afdwalen. Loopt daar iemand van IKEA en respect dat hun ons hier niet direct weggooien. Kijk, er loopt daar iemand van IKEA langs, althans die loopt nu zo meteen even naar binnen. En het is vrij gebruikelijk, daar hielden we ook rekening mee, dat als wij hier gezien werden, dat we hier gewoon uitgeflikkerd werden. Maar we zitten hier nog jongens, dat is heel leuk. Ja, de brandstapel is nog niet geprepareerd, dus we hebben nog tijd. Wie van ons heeft de meeste SOA's? Wie denk jij dat de meeste SOA's heeft? Denk ik dat de meeste SOA's heeft. En ga ik toch eigenlijk wel instinctief direct vanuit Rick. Rick? Rick. Waarom? Waarom Rick? De Rick. Ja, waarom? Niet waarom jij, waarom Rick. Ja, waarom Rick? Ik dacht, ik zei waarom ik, maar... Nee, waarom Rick? Oké, waarom Rick? Nou, ik weet niet. Ik weet niet. Ik heb zo'n idee dat Rick af en toe wel wat leuke dingetjes doet met zijn subscribers. Ja, dat het gewoon een viespeuk is. Ja, Rick is de grote viespeuk? Ja, Rick is de grote viespeuk. Jij? Ik denk dat Rick seks heeft met wilde ganzen. Jij gaat ook voor Rick? Ja, sowieso wel. Ik denk, ja... Ja. Ik bedoel, het is safe. Ja, true. Oké, weet je, het is toch echt wel Rick. Deze gaat uit naar Rick. Ja. Rick, sorry Rick, maar jij bent echt de SOA-drager van Banyotown. Vraagje Vrijdag voor nu zit erop. Ik ga de microfoon aan jullie geven. Vond je een leuke video? Geef me een duimpje. Blauw duimpje dit keer. En vergeet niet volgende week te checken naar een nieuwe volgende Vraagje Vrijdag. Maar alleen deze keer een blauw duimpje. En geef een like voor SOA Rick, denk ik. Ja, gaan we op. Oké, doei! Bye! Yeah.